bij 75 jaar vrijheid. Het is alweer 75 jaar geleden wanneer de soldaten de wapens wegdeden. Vandaag doen we wat we willen. Sporten, eten, wandelen zonder te trillen. Maar toch is de wereld niet helemaal vrij. Het is wel geen oorlog, maar toch streven naar 4 mei. Een virus of oorlog pakt onze vrijheid zomaar af. De natuur geeft ons waarschijnlijk straf. We zullen moeten luisteren naar moeder natuur. Want zij is zeker het wereldbestuur. We zijn al 75 jaar vrij. Dat is wat ze zeggen. 75 jaar zonder angst. Dat is wat ze zeggen. 75 jaar met vrijheid om te zijn wie je wilt zijn. Om te geloven wat je wilt geloven. Om je eigen mening te hebben. Dat is wat ze zeggen. Maar er is een avondklok om 7 uur. Je mag niet reizen naar je favoriete land. Je mag niet bij je vrienden en familie zijn. Dat is wat ze vrij zijn noemen. Een andere huidskleur of geloof hebben en nog steeds uitgescholden of gediscrimineerd zijn. Een andere seksualiteit of uiterlijk hebben en nog steeds wordt je niet geaccepteerd. Nog steeds voelen vrouwen zich niet veilig op straat. Nog steeds worden er duizenden kinderen mishandeld. Nog steeds zijn er landen waarin er een dictatuur is. Landen waarin homoseksuelen worden vermoord. Landen waarin er geen vrije meningsuiting is. Ze noemen dit vrijheid, terwijl er aan al deze problemen nog niets veranderd is. Dit is wat ze vrijheid noemen. Dit. Vrijheid. Als ik naar buiten ga, ben ik vrij. Als ik naar school ga, ben ik vrij. Als ik de hemel zie, dan ben ik vrij. Maar dat vrijheid heeft iets gekost. Mijn voorouders vrijheid. Zij konden niet gewoon naar school. Ze konden geen hemel zonder vliegtuigen zien. Zij hebben hun vrijheid voor mij vrijheid gegeven.